ProRail heeft op 17 januari het historisch Duits lijntje voor het symbolisch bedrag van 1 euro verkocht aan de gemeente Boxtel en aan Meijerijstad. De grond aan het westelijk deel heeft de gemeente Boxtel nodig voor de verbreding van de Keulse baan. Voor de andere delen zijn er plannen om een cultuurhistorisch monument op te richten en het deel van het Duits lijntje wat in Kasteren ligt, wordt mogelijk gebruikt voor recreatieve doeleinden. Het belang van ProRail is uiteraard niet het geld voor de opbrengst, hè, want we verkopen hem voor het symbolische bedrag van 1 euro. En tegelijkertijd is dat ook weer wel een deel van de reden. We moeten eigenlijk een spoorlijn altijd onderhouden, zelfs als er in dit geval nu geen treinen overheen rijden. Of we moeten in ieder geval het gebied onderhouden. Dat hoeven we nu niet meer. En daarbij vinden we het een ontzettend mooi initiatief van de beide gemeenten om hier iets moois van te maken. Een snelfietspad wordt er aangelegd. We geven het ook als het ware een beetje terug naar de natuur. Dus we sluiten hiermee een historisch lijntje af. En hopen dat de buurt, de omgeving hier er nog vele jaren van mag genieten. Onder grote belangstelling van de media werden de contracten donderdag getekend. Wethouder Van Manrooy is in zijn nopjes met deze aankoop, omdat hiermee volgens hem weer een nieuwe stap is gezet in de richting van de verbreding van de Keulse baan. Die grond, ja, wat gaat ermee gebeuren? Het zijn eigenlijk twee delen die we hebben gekocht. Het stuk westelijk van de A2 hebben we nodig omdat we daar de Keulse baan gaan verbreden. Die gaat van 2 baans naar 4 baans. En de ruimte die het Duits lijntje ons biedt, is natuurlijk, het is een mooi rechtstuk. Het loopt parallel aan de Keulse baan. Dus het is hele welkome ruimte die we daar aan meters, die we daar eigenlijk voor een hele goedkope prijs kunnen verwerven. Het stuk aan de andere kant heeft meer te maken met de deal die ProRail heeft gesloten van het wordt alles of het wordt niets. Hier zou het doel kunnen zijn dat we zeggen, ja, het heeft in principe op dit moment is het een ecologische verbindingszone. Vooralsnog blijft dat ongewijzigd liggen. Het is een prachtig stukje historie eigenlijk. Het is ook een monument. Dus vanuit cultuurhistorie kun je er eigenlijk heel veel dingen bij bedenken. En we zitten natuurlijk nog met bepaalde plannen voor recreatieve doeleinden. Dat zou kunnen betekenen fietspad vanuit Schijndel richting Boxtel. En Meijerijstad is al bezig met die plannen dus. Ja, we zijn zoekende naar constructie waarin we dus de materialen eigenlijk aan kunnen bieden aan degene die het eigenlijk gaat slopen, het spoor. En dat we dus voor de rest om niet zaken kunnen doen. Dus hij mag het materiaal meenemen, verwijderen, zorgen dat de trein wordt opgeleverd. Om niet, daar streven we naar. Wat we wel zoeken is om nog toch wel een significant stuk nog over te houden. Om in samenspraak met de heemkundekring een mooie herinnering op te bouwen aan het Duitse lijntje. Ook aan de westkant van de A2. Heemkunde Boxtel is blij omdat er nu meer mogelijkheden zijn betreft het behoud van dit cultuurhistorisch traject. Dat betekent voor mij dat de Duits lijntje duidelijk weer een keer wat aandacht krijgt. Ik bedoel, het volk loopt hier allemaal rond. En ik vind het fijn dat het nu bij de gemeentes is. Ik denk dat wij veel meer dingen met het Duits lijntje zouden kunnen gaan doen dadelijk in het bezit van de gemeente dan in het bezit van ProRail. Dus we zijn inmiddels al in een goed gesprek met de gemeente hoe we allerlei dingen gaan invullen. Ook in het kader van de Keulse baan, hè, waar dus misschien het lijntje moet opschuiven. Daar zijn we volop mee in gesprek in gemeente. We hebben goede plannen en ik denk dat we hier alleen maar positieve dingen in moeten zien. Wat moet er behouden blijven van het cultuurhistorisch deel van dit treintje? Nou, dan zou ik zeggen alles wat er nu nog is. En er is niet zo heel veel meer. Hè. Je kunt het Duitse lijntje al niet meer bereiden vanuit de hoofdbaan. De rails is overal stukken opgebroken. Je kunt door de bomen het bos niet meer zien staan als je over het Duitse lijntje werkt. Dus ik denk dat het opknappen daarvan al belangrijk is. En ik denk dat alles wat daarbij kan komen aan musea of aan railfietsen of een monument waar we nu allemaal aan denken zijn, dat het allemaal bijdraagt aan het in stand houden van het verhaal van het Duitse lijntje.